Hoi, ik ben Jan Siebe van Werkplein en ik ben vandaag in Gieten bij Nederplast. Bij Nederplast is duurzaam ondernemen de standaard. Ik heb een afspraak met Erik. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Ja, volgens mij een prachtig bedrijf wat je hebt. Zou je dat kunnen laten zien? Ja, natuurlijk joh. Ja, ik was net even wat aan het tellen, maar dat is wel klaar. Ga mee. Waar kunnen we jullie producten vinden? Overal en nergens. In de on- en offshore, als meubilair bij een bejaardentehuis door de hele provincie Drenthe in samenwerking met recreatieschap en de provincie. De recreatiebedrijven, eigenlijk overal. Het is voor heel veel doeleinden toepasbaar. Zijn jullie producten ook een beetje hufteproef? Ja, producten zijn bijzonder hufteproef. Vaak worden onze producten met hout vergeleken. Hout rot, splintert, schimmelt. Allemaal nare dingen eigenlijk in onze ogen. En onze materiaal doen het allemaal niet. Die blijven goed onder welke weersomstandigheid dan ook. En ze kunnen ook een stootje hebben. Om maar even iets te noemen, op het Museumplein is ons meubilair eigenlijk het enige wat de coronarellen overleefd heeft. En dat vinden we niet erg. En kun je ook wat vertellen over de mensen die hier werken? We hebben personeel natuurlijk op kantoren in alle bekende functies, administratie, sales enzovoort. We hebben in samenwerking met WPA, hebben wij twee jongens hier nu werken. En die werken voornamelijk in de productie en in de logistiek. Die zorgen dat de orders klaarstaan, die zorgen dat er meubilair gemaakt wordt. Daar is de nodige begeleiding bij nodig, maar eigenlijk naar de toekomst toe verwachten we dat het steeds minder is. In het begin is dat heel intensief geweest. En juist die jongens die hebben van die bijzondere kwaliteiten. Die zijn hier niet omdat ze minder zouden zijn, maar die zijn hier juist omdat ze in mijn ogen beter zijn op die bepaalde kwaliteit. En dat zijn de kwaliteiten die we nodig hebben. Zeker in het seriematige werk zijn ze bijzonder sterk. Erik, bedankt voor de rondleiding in jouw mooie bedrijf. Wil jij werkgevers nog iets meegeven? Ja, dankjewel dat je geweest bent. Zeker wil ik mijn collega ondernemers iets meegeven. Zeker in tijden waarin personeelschaarste is, zou ik ze willen uitdagen om net als wij eens te kijken naar, in samenwerking met WPA, naar jongens die met ondersteuning heel veel meer kunnen dan je eigenlijk denkt en die een meerwaarde uiteindelijk blijken te zijn voor je bedrijf en voor zichzelf. Nou. Prachtig verhaal van Erik. We sluiten ook af met dit prachtige product. Wil jij nou ook duurzaam ondernemen? Neem dan contact op met een van onze werkgeversadviseurs via www.wpda.nl. Tot de volgende keer.